weer op een Q&A in het begin van de vlog. Toen vergeet al sowieso al geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog gaat online komen. Wat heb ik ook vandaag gedaan op het werk? Ik heb redelijk veel gedaan op het werk. Mijn allereerste taak was streepjes trekken door de barcode. Tweede taak, bestikkering van koekjes. En derde taak, flesjes in water steken. Voilà. Dan weten jullie dat ook al van Bewel. We gaan eerst de Q&A-vragen doen van op Discord. Even helemaal terugscrollen. Ah, hier. Cher Boschefke, hoe is het er nu met de super van aangezien je niet op Discord komt en niet zal gamen en exclusief? Jawel, gamen gaat er sowieso aankomen. Komt er ook een OnlyFans pagina? Ja, daar ben ik momenteel ook nog altijd mee bezig. De meeste YouTubers hebben relaties met lingerie modellen. Wanneer komt er een lingerie shoot van Bea? Binnenkort misschien. Danny van Namen, wanneer heb je tijd om een pornofilm te filmen? Dat doe ik niet aan mee, Danny. Dankjewel. Kovat, moet Dimi dan filmen of acteren in de film? Dan Boefzaai de Pit. Heeft dan zo een gippestandje. Dan Thierry Boschefke, wanneer komt er een verkiezing voor een nieuwe mod? Ik ben niet tevreden met deze mod zoals Dragon. Dat is jouw mening. En ja, als je daar niet over weg kan, ja. Dragon zal altijd een moderator blijven. Sowieso. Dat is een van de vaste crewkernen en die ik nooit of te nooit meer kwijt wil. Oké, dan Danny van Amel. Dag CEO. Ik heb meermaals problemen gehad met Dragon Master. Heb al geprobeerd hem in privé erover aan te spreken. Maar hij heeft me geblokt. Ook heeft Dragon al dreigementen naar me gestuurd waar heel de Discord getuige van is. Kan je even de nazi vertellen dat hij wat kalm moet doen of de echte Danny van Hamel, ban 30 jaar geleden, zal eens wakker worden bij deze. Danny, als je niet overweg kunt met Dragon, ja, dan zijn er nog altijd andere servers. Tamara. Als je gewoon eens aan de regels houdt, dan hoeven wij niets te waarschuwen. En dit vond ik wel een dreigement. Voilà. Tamara heeft ook eens iets gezegd. Dragon heeft constant met iedereen problemen. Volgens mij ligt het aan de nazi zelf. Dus hier is niks over nazi dit of dat. Dat jij kwaad bent omdat Eddie een oude foto heeft laten zien van jullie huwelijk is uw probleem. Je reageert dat niet op mij af. Danny, er is een en ander ook al gebeurd, ook met tekeningen en al, wat niet door de beugel kan. Dus denk ook 2 seconden na vooraleer dat jullie iets posten op Discord. Dank je. En dan Mane, hoe moeilijk kan het zijn om aan de regels te houden? Ad Danny van Amel. Dan Danny van Amel, er is nog ene die gefrustreerd is. Dat is een relatie met Eddie. Peter Liep. Dan Dragon Master, had Danny wou gewoon op de tegenspraak tegen mods te geven. 9. Luister naar de aanwijzingen van de medewerkers en owners als er iets gevraagd of gezegd wordt. Trek dit niet in twijfel. Dank u. Dan Danny weer al. By the way, dit was een vraag voor naar Psycho toe. Gelieve de Discord ordelijk te houden, ad medehelper. Dit soort onzin van jullie hoort niet in de Q&A kanaalke. Dat is ook weer waar. Voilà, dit waren de vragen op Discord. Nu gaan we de vragen doen op YouTube. Tot na het eten. Eens even kijken, daar zijn geen reacties op gekomen. Dan tot na ons eten. Het is wel Roetpiet nu, hé Dimi. Zwarte Piet is racistisch. Nee. Die mensen die dat allemaal in zijn hoofd hebben gekregen dat dat racistisch is, die hebben vroeger ook Sinterklaas en Zwarte Piet gespeeld. En die hebben dan ook cadeautjes gekregen van de goedheilige Sint en de Zwarte Pieten. Dus
Ik ben niet tegen de zwarte pieten. Oké, daar is nu een nieuw woordje uitgevonden, de roetpiet. Maar zwarte pieten, jullie moeten daar gewoon van afblijven. Dat is een traditie van, ook van jullie kleins af aan, wat jullie ook hebben gedaan en al. En nu is dat in één keer allemaal racistisch. Wauw. In welke wereld leven wij nu? Toppie. Mislukte vlog 1023. Kan wel eens gebeuren. Toch nog een mooi vlog. Dankjewel, DJ Paul. Kloetzak, mee bannen van de Discord. Osiris. Zo geen taalgebruik. Dank u. Oké, dan gaan we door naar een praatvlog 1022. Oris, kijk eens op je mail. Het gaat over de ban van Jair Boschefke. Gelieve te antwoorden. Kan je me inbannen van Discord? De berichtjes op de Psycho Reddit zijn niet van mij. Dat is een imposter. Ja. Zo gelijk, zeg het. Among Us. Korte vlog, wat heb ik gedaan vandaag? 1021, halfhanden. Die Alice moet niet zagen over lawaai. Je praat toch niet zo luid. Dan moet ze maar een huis kopen. Zuurpruim. Dankjewel dat je ook achter mij staat, halfhand. Dan. Vlog nummer 1020. Drie reacties. Layoff zwemmen. Sinds wanneer gij zij terug vrijgezel? Waarom die heeft u gedumpt? Volgens mij die is jaloers op u, Dimi. Er heeft mij niemand gedumpt. Halfhand, goede vlog, Dimi. Halfhand, wie was er in de fout, Dimi? Jij die de spiegel er terug aanhangen. Ga jij die spiegel er terug aanhangen? Wij hebben het geprobeerd om de spiegel er terug aan te hangen op de locatie waar het accident is gebeurd, maar zijn de spiegel was er wel eigenlijk definitief eraf gereden. Maar ik ben niet een fout, want hij heeft een manoeuvre gemaakt. Hij was richting mijn rijstrook aan het gaan, waardoor dat mijn spiegel heeft ingeklapt en zijn de spiegel is er gewoon, ja, er vanaf gereden. Dan, onderuit livestream, nul reacties. Livestream, want ik doe het nu wel. Een kleine livestream tot ik kan vertrekken naar Bea toe. Nul reacties. Dus je moet daar ook nog altijd op reageren. Dus op de livestreams die later gedaan zijn. Hè. Vlog 1019. Eén reactie, maar ik zie hem niet. Dat is raar. Jij hebt geen volgers in Turkije. En jij bent eerlijk. Hier is het bewijs. Ah, dankjewel. Ik ben iets aan het proberen, hè. Dus ik heb blijkbaar hier een hele goede website binnengekregen waar ook de statistieken staan. Dus even kijken, call it! Hallo. Oké. Join membership, oké. Klopt, dan moet je dus voor betalen. Dus ik zie hier dat, ik ga jullie zeggen, dus Belgium vertegenwoordigt 81% op mijn YouTube kanaal. Daarna 1% San Marino. 6% Ierland, 6% Reunion of zoiets, 6% Germanië. En waarom zit Nederland daar niet bij? Ik weet het niet.
Ja, dat gaat heel goede kant uit. Dus merci voor Bon Crusher voor dat te laten merken. Dankjewel. Die wil zeker wel bijhouden. Vlog nummer 1018. Eline de Vette, proficiat aan Boef om een kak saaie vlog toch interessant te houden. Oké dan. Naar Bea gaan, nul reacties. Dan vlog 1017. Subit PP, ben je al lang terminaal ziek? Nee, ik ben niet terminaal ziek. Hallo, oké. Livestream tot 22 uur, nul reacties. Jullie vragen beantwoorden, nul reacties. Vlog 1017 technische problemen. Emiels Pro Viewpod, die me als vlog 1016 en 1017 in je auto waren, dan hebben we niets gemist. Oké dan. Bijgekomen, hè? En dan nog 1016, twee reacties. Poolside the Pins, extreem leuke vlog. Goed gedaan, mooie beelden en een goede edit met sneeuw. Dankjewel, Boef. Deze weekend is aan jou aan de beurt, hè, om terug vlogs in elkaar te steken. Dan Emiels Pro Viewbot, sorry hoor, maar waarom is B altijd pissig? Die verpest de vlogsfeer wel een beetje. Toch een blauw duimpje omhoog voor de moeite. Dankjewel. Is er dan nog iets? Nee, denk ik. Oké. En dan ga ik nog eens heel snel kijken hoe lang dat nog gaat duren voordat er twee vlogs zijn geüpload. De ene staat op 72% en de andere 56%. Dus dat komt wel goed. Ja, er zijn drie vlogs maandag online gekomen. Vlog nummer 1024, vlog nummer 1025 en vlog dus, 1026. Omhoog van, ik was vlog 1024 en 1025 vergeten te uploaden. Sorry daarvoor, mijn excuses ervoor, dat kan altijd dus gebeuren. Maar het mag normaal gezien niet gebeuren. Oei, 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 oei. Bij deze. Ik zie jullie allemaal straks terug, want ik ga straks zelfs vertrekken naar richting Bea toe. Weet je wat, dan zullen we nog eens een timeslapje maken, goed? Kapje afdoen, sta ik hier op een parking in Hasselt. Ik hoor bij die gezette winkelket, die brug, waar ook de treinen onderdoor rijden. Ik heb hier nog even wat Pokémons gedaan voor te verzenden of friends requests en al. Mijn probleem is, ik kreeg mijn gifts niet allemaal verstuurd. Hoe komt het? Ik zit telkens keer tegen mijn daglimiet aan. Sorry ervoor, dus als jullie uw gifts niet ontvangen. Ik probeer nu iedereen ultra vriend te maken. Dat ik genoeg XP-punten kan ontvangen. En dan, ja, zo level uppen, hè. Ik wil echt heel graag heel snel op level 38 aankomen. En daar ben ik wel eigenlijk een klein beetje blij om. Dat ik redelijk snel naar level 38 aan het gaan ben. Want ik zit al op 2 dagen tijd, heb ik 200.000 XP-punten. En dat is al redelijk veel. Binnenkort, als het iedereen begint zo wat ultra friends te zijn. Dus dan kijk ik daar ook wel naar. Als ik nog 1 keer moet open doen. Dan wacht ik daar even mee. Dus sorry mensen als jullie... soms 1 week tot 2 weken nog moeten wachten tot mijn gift wordt geopend bij Pokémon Go. Dat is gewoon om die Ultra Friends. Dus dat ik dan mijn Lucky Egg kan aanzetten. En dan zo ja, XP-punten kan verzamelen. 200.000 XP-punten.
super ultra friends. Dan ga ik wel echt pas level uppen. En dan zal ik wel heel snel aan level 40 zitten ook nog een keer. Want ik moet maar nu maar, eigenlijk maar, 2.500.000 XP punten halen. En dat is niet een maar. Ik ga nu nog één gym ga ik nog doen. Dat is die aan het tennisveld bij mij thuis. En dan ga ik richting mijn bedje al in. Want ik ben begin moe te worden. En morgen stik ik de vloggen op kander. Ja, en ik had altijd licht bij. Zo. Dus als ik ga wandelen, plus ik had ook mijn fluofesje aan als ik ging wandelen. Dus ik ben ook heel veilig geweest voor op Pokémon gaan te jagen. Ik ga nu nog één gym doen. Wel, die gym, als het hem niet rood is, ga ik hem nog hierachter insteken. En nee, ik ga even zoeken naar een gym. Die, ik ga proberen twee gyms nog op te nemen en dan ook voor in de vlog in te steken. Niet lachen mensen, ik ben zo gevallen. Ja, ik ben zo gevallen. Dus ik ga nu nog op zoek gaan naar twee gyms. Want ik moet ook nog oppassen met mijn gsm, want die is bijna plat. Ja. Ik denk dat ik die aan de laag sims ga nemen. De twee op mijn op de laag op de laagdorp. Ja, daar. Die. Dus aan het tennisveld en dan die iets verderop. Hopelijk zijn die niet rood. Als die rood zijn, dan ga ik naar de laag sims nog. Voor toch nog wat content te hebben. Hè. Voilà, bij deze. Ah wel, ik dank je wel al om een deel uit te maken van mijn leven. En ook ben ik blij dat jullie hebben geluisterd naar de Q&A. Want die heb ik ook opgenomen. Precies is mijn achterraam open. Ik ga toch straks eens kijken. Want ik vind het maar raar. Kan ik er zo aan? Ja, die was open. Die was open. Die was open. En het is groen. Groener kan het niet worden. Dus mensen, heel veel bedankt om te kijken naar mijn vlog. En nogmaals, dankjewel aan de kijkers die echt elke dag... Ja, Chief, jij wilt zeker een ongeval hebben. Dus ik... Dankjewel aan de kijkers die elke dag weer al afstemmen op mijn kanaal. Dus als iemand nog goede websites ook weet waar ik mijn YouTube kanaal een klein beetje ook beter in de gaten kan houden, ook met mijn abonnees en al, hoe dat kan zien stijgen, zien dalen. Mijn video's, weergaves en al daar wat die statistieken iets beter zijn dan YouTube. Als jullie zo'n website weten, laat het hieronder in de comments achter. Daar ben ik jullie echt heel dankbaar voor. En ik zal zeggen, geniet nu maar van nog 2 tot 3 gym battles. En dan ben ik ook naar huis om gaan te slapen. Dus dankjewel en tot morgen.
gaat er aan die Glacier Fog. En ik ga van Lady. Allebei tegelijk. Allebei tegelijk. En nu gaan we met onze Lucia die 27 battles al heeft gewonnen. Dan gaan we terug tegen Birdie. En je ziet hoe lang dat een Blaze echt een 90 blijft. En Lucia ook hoor, mensen. Waarom? Dat heeft een reden. Omwille van ik heb Pika Coins nodig, maar ik koop zelf nooit geen Pika Coins voor mijn eigen. Nu gaan we met onze Ursing die al 608 battles heeft al gewonnen. 608. En ik zou veilig aan de kant. Met 4 punten. Toch die place die toch down zijn, hè? Eindelijk. Jim voorover. Dan zet ik altijd niet zo trek een van de sterke Pokémon's daarin, maar echt is dat Appon. Voilà. Ik hier ook altijd aan en ik moet hier ook weer al scannen, maar daar doe ik nooit aan mee. New field. Wie dingen, dan gaan we ook eens bekijken wat ik nog allemaal moet doen. Dus catch a Chespin. Dat is alles. Ik sta nu momenteel in 2 gyms. Ik heb mij in 2 gyms nog extra gaan bijzetten. En dat is alles. Dan stopt het. Deze wil ik ook nog voor jullie vangen. Ik vind dat altijd zo'n schattige aapje. Voilà, een nice throw. En die heb ik ook. Voilà. Dus, we gaan even iets stellen zetten. Dus. Oh. Amai, veel Pikachu's hier. Zullen we die zelfs beginnen te vangen? Dus even kijken hoeveel dat die allemaal zijn. En ik zie allemaal blauwe lichten. Dat is best weg. Cool. Zo, weer al iets gebeurd zijn. Pikachu nummer 1. Bye.
Nee, ik heb ze niet allemaal vangen. Oh, maar ik heb hier toch nog een gym gevonden waar we goed eens in kunnen battelen. Met mijn carry dogs met van 488 battles al gewonnen. Je ziet, ik wil mijn Pokémon's niet trekken weg allemaal. Kom aan, Dragonite. Ga neer. Kom mijn Hydro-pump doen. Kom aan, Hydro-pump. Voilà, zo. En nu mijn Hydro-pump opsparen voor de volgende battle. En nu gaan we tegen Slowneck. En dan gaan we ook in een hydropump doen. Vooral de helft eraf. Kom aan. Maak hem. Voilà. Moeten we nog een keer. Kom aan, wie gaat erin? Ai, ik denk hij, jawel. Pas laatste, en dan is hem al down. Voilà. Op naar de volgende. En dan ga ik nog één gemakkelijke nemen, dat is die en Sofjan en Alleke. En dan stop ik het mee. En ik ben hier toch nog even mee bezig. En dan hebben jullie toch nog een hele mooie vlog gehad voor vandaag. Pikachu down. Oh ja. Oh yes. Niemand daar trap. Kom aan. Ik wil nog winnen. Yes, ik win nog. En de gym heb ik ook al een keer al ronde gedaan. Nu gaan we op naar ronde nummer 2. Tegen uw bakjes aan. Allee, moeten we nog een keer. Meent je niet? Mijn batterij begint het ook te begeven. Kijk hoeveel damage dat afdoet. Oh, niet zo veel. Maar ik kreeg toch wel zes na voor mijn dagskeer voor elkaar. Dat de stenen vliegen naar hem toe. Ja, dat is wel tijdens een nieuw stuk vanaf van die HP's. Ik denk dat ik er nu wel ga proberen. Ja.
app ik nu heb. Ah, Lucia. Pikachu. Voilà, die is er al uit. En daar gaat. Ik wil gewoon niks zeggen. Nee, ik weet het niet meer. Snorlax. Just. Ik heb ook moeten worden. Dus ik ga direct ook naar mijn laatste puntje. Daar ben ik wel blij om. Niet dat er ook zoveel volk is in de gym van het station. Kom aan, doe uw solar beam. Kom aan, uw solar beam nu. Goed zo, die is er ook aan. De volgende. Come on, we're still doing it now. Mag ik niet redelijk snel gaan. Voilà. En de gym is wit. Dat betekent dat ik hier nu nog een Pokémon ga inzetten. En dan op naar de volgende, laatste station. En dan ga ik richting mijn thuis uit slapen. Maar van dat scannen gedoe, hè, dat haat ik. Hè. Voilà. Op nu naar de laatste. Hallo allemaal terug. Welkom bij de laatste battle bij station Alken. Hier zitten ook al redelijk wat Pokémon's in. Maar we gaan eerst toch wat twee Pokémon's terug tot 90 wekken. En de potions uitdelen. Oké. Oké, ja. Oké, dankjewel. En battelen maar. Ik sta hier echt een paal voor een overweg. Ik kan het eigenlijk al heel erg veel slaag.
Dan gaan we naar Fieke, level 30 is zij. Die gooit in Praetsen. Van CB 920. Oeh, een flamethrower. TPT. Ja, deze keer. Allee, we moeten nog een keer de gym gaan uitdagen. En dan, wat is dat weer al hier voor iets? Dat is een Kufigrigus. Ik ga wel van al zijn. Er is niet momenteel nog altijd niemand mee voorbij gestoken. En de volgende battle. Go. Zal ik ook eens ooit een speelde maken waar de gyms zijn? Zo'n 360 video. Kom maar, dit is de fireblast. Dit is de fireblast. Voilà. Oh, we moeten nog een keer. Oh, nu tegen die Snorlax. Oei, oei, mijn voeding is van 14%. Dus dit is echt de laatste. Die was er toch juist aan. Ik zag hier geen Pokémon bij mij. Lol, een bug. Allee, de laatste keer. Oei, no internet connection. Oei, 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 oei. Ja, we hebben nu terug internet. Voilà. En ik heb een nieuwe vriendschapsverzoek. Weer al een fake profiel. Jullie zien het ook. Dat is een puur fake profiel. Hoi, ik ga haar dus lekker de zonnestroom zetten. En dan gaan we lekker aan het vuur. Die is er ook aan. Dan zal dat de laatste zijn. Ik weet het niet. Jawel, dat was de laatste.
Jawel, nu ga ik nog een Pokémon erin zetten. Jullie zijn heel veel bedankt om deel uit te maken van mijn leven en van de Pokémon Battles. Ik ga nu nog een laatste erin zetten. Voilà. En dan nog een keer goed draaien. Voilà, Sam. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Joe.